Hartelijk bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jesse van der Velde, zoals je waarschijnlijk weet. En ik wil je in deze video de vraag beantwoorden die ik heel vaak krijg. Namelijk, Jesse, wat is het verschil tussen jouw dieet en het eiwitdieet? En voordat ik die vraag ga beantwoorden, wil ik graag eiwitdieet eventjes kort met je definiëren. Want heel veel verschillende diëten lijken namelijk op een eiwitdieet. En het Dr. Frank dieet, het Dukan dieet, het Atkins dieet, een dieet van eiwitpoeders, maaltijdvervangers en dergelijke, hebben allemaal iets van een eiwitachtig dieet. En dat is volgens mij die hele categorie van diëten die daarop lijken. En de reden waarom mijn dieet, wat geen dieet is, maar dat ga ik je zo meteen uitleggen waarom dat absoluut geen dieet is, niet het eiwitdieet is. En wat het grootste verschil is tussen wat ik doe en het eiwitdieet, is dat ik geen voorstander ben van het blijven schrappen van volledige voedselgroepen in je eetpatroon, in je dieet. Want het volledig schrappen, en ik heb het natuurlijk moet je bepaalde voedingsmiddelen schrappen. Ik hoop dat je bepaalde dingen die je wel hebt gegeten jarenlang nu niet meer gaat eten. Zoals geraffineerde suikers, fructose-rijke producten, margarines vol met transvetzuren, gluten, melkproducten. Allemaal producten, sommige producten waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn, die eigenlijk heel erg slecht voor ons zijn. De meeste bewerkte voedingsmiddelen, ik hoop dat je die gaat schrappen, dat je inziet dat je lichaam geen vuilnisbak is, maar dat wat je erin stopt, dat het je gezondheid bepaalt. En dat de meeste dingen die wij eten niet ons lichaam de gezondheid geven die we echt kunnen hebben. Maar dat we ons dat niet beseffen, want we eten het altijd. We krijgen huiduitslag, we krijgen overal klachten, we hebben kleine griepjes, andere probleempjes. En we gaan naar de huisarts en we vragen aan de huisarts, dokter, ik heb dit, heeft u daar een middeltje voor? En we gaan het vervolgens smeren zonder te beseffen dat al die problemen altijd ontstaan zijn van binnenuit. En ga je gang hoor. Alle problemen die in je lichaam zijn ontstaan, het ontstaat van binnenuit. En meestal zijn er maar twee redenen, namelijk tekort aan bepaalde vitamines, mineralen of gezonde vetten en te veel toxische stoffen. Maar dit allemaal terzijde. Ik hoop dat je die dingen weer gaat schrappen. Maar wat ik niet hoop is dat je essentiële voedingsmiddelen die belangrijk zijn, zoals gezonde vetten, omdat we bang zijn geworden voor verzadigde vetten. We zijn bang geworden voor bepaalde voedingsmiddelen die eigenlijk heel goed voor ons zijn, die we nodig hebben om niet te veel te gaan eten. En ik hoop dat je die wilt durven te blijven eten. Want juist een gebalanceerd gezond voedingsmiddel patroon op de juiste manier is de weg tot succes. Want dit is waarom ik niet geloof in het eiwitdieet. En ik geloof niet in het eiwitdieet omdat als je bijvoorbeeld koolhydraten, gezonder, de goede koolhydraten, die bijvoorbeeld zitten in quinoa, wat een zaad is, wat je kunt verkrijgen in iedere biowinkel. Of bijvoorbeeld zoete aardappelen, om maar twee gezonde koolhydraten te noemen. Als je die nooit meer zou eten, dan gaat onherroepelijk je schildklier trager werken. Je lichaam reageert erop. Je lichaam is altijd gefocust op overleven. En je lichaam vindt altijd een weg om het toch maar te gaan managen, als het ware. Dus schrappen van voedingsgroepen blijvend leidt altijd tot een probleem in je lichaam en in je gezondheid. En ook veel diëten schrappen juist de gezonde vetten. Zoals de omega-3 vetzuren krijg je ook vaak te weinig binnen in heel veel diëten. Terwijl die zo belangrijk zijn voor je hersenen, je volledige zenuwstelsel, voor cholesterol wat je juist nodig hebt. Voor ook het verbranden van vet heb je die vetten nodig. En ook verzadigde vetten, dat die slecht voor zijn, is een zo'n groot misverstand. Het is het grootste misverstand wat is uitgemolken door de farmaceutische industrie om maar medicijnen te kunnen verkopen. Maar dat is niet waar, want het waren de suikers, de koolhydraten die tot de hart- en vaatziekte leidden. Die de cholesterol verhoogden, die de risico's op hart- en vaatziekte verhoogden. Maar dat allemaal terzijde. Ik wil je laten inzien dat diëten niet de weg tot succes is. Dat het gaat om een blijvend gezond voedingspatroon voor de rest van je leven. En waarom mijn dieet niet een dieet is, dus ik hoop je uitgelegd te hebben dat het geen eiwitdieet is, omdat ik me veel verder kijk dan het eiwitdieet alleen. Het gaat om je balans in je hormoonhuishouding. Het gaat om een gebalanceerd gezond voedingspatroon voor jouw lichaam. Dit is voor ieder lichaam totaal verschillend. Niet één dieet werkt voor iedereen. Het gaat erom dat je alle dingen binnenkrijgt in de juiste mate. Dat je de gezonde dingen juist meer binnenkrijgt. Dat je ook superfoods gaat eten. En over al deze onderwerpen geef ik je veel meer informatie over op mijn site. Maar ik wil je hier de basis geven waarom dit zeker geen eiwitdieet is. En de volgende stap waarom dit ook geen
dieet is, is omdat ik niet geloof in diëten. Want diëten leiden tot een aantal problemen. En in de eerste plaats is leiden diëten tot de focus op wat je niet mag. Ze leiden ertoe dat je alleen maar bezig bent met dit mag ik niet, want dat past niet in mijn dieet. En alles wat je niet mag, daar heb je juist zin in. Alles als je geen chocola mag, wat voor mij juist wel mag, met zeg maar rauwe cacao, superfood chocolade. Als je dat niet mag en je hebt er zo'n zin in, je kunt wel met discipline het een tijd lang laten staan. Maar niet voor de rest van je leven. Het gaat nooit werken. Je krijgt er meer en meer zin in. Je hebt jezelf niet meer onder controle. En je gaat het eten en je bent veel verder van huis. Het is niet iets wat op lange termijn altijd kan gaan werken. Doordat je de focus legt op wat je niet mag. De focus legt op beperkingen. De focus legt op tekorten. Is het niet iets wat sustainable is. Niet iets wat blijvend is. Wat duurzaam is voor de rest van je leven. Want je kunt niet iets wat je jezelf moet opleggen. Blijvend voor de rest van je leven doen. Het creëert juist stress. En die stresshormonen maken je dik. Dus dieet is niet de oplossing. En wat in mijn ogen wel de oplossing is, is het creëren van gewoontes. Gezonde gewoontes. Gewoontes die ervoor zorgen dat je hormoonhuishouding in balans raakt. Want het woord gewoontes zegt het al. Het zijn de dingen die je dagelijks doet. Want het gaat er niet om, in mijn ogen, wat je nu kunt doen. Wat je perfect allemaal kunt doen. Wat dwangmatig moet. Maar wat jij in de rest van jouw leven kunt blijven doen. Dat is de weg tot succes. Dus focus op het ontwikkelen van gezonde gewoontes. En op mijn site, nogmaals, en in mijn producten, leer ik je al deze gezonde gewoontes. En vervolgens ga jij kijken, wat kan ik in mijn leven integreren? Je absorbeert al die informatie die ik je geef. Zonder het te moeten doen, ga je kijken, wat wil ik hiervan doen? Ga het stap voor stap toepassen. Ga het één voor één toepassen. Zodat je het kunt blijven doen. Niks moet van mij. Je mag van mij alles eten. En waar ik jou bij wil gaan helpen. Is dat je vervolgens alleen maar deze. De gezonde. Dus dingen die je zoveel vitaliteit geven. Die voedingsmiddelen. Dat je alleen nog maar die wilt eten. Want je kunt daadwerkelijk gaan. Naar een leven. En een levensstijl. Waarin je daadwerkelijk die gezonde dingen wilt hebben. Waarop je die andere dingen. Die afval. Die slechte dingen. Niet meer hoeft. Zonder dat het je moeite kost. En waarin je volledig het lichaam. En de vitaliteit hebt. Die je echt graag. Wilt, die je in potentie kunt hebben. Want er is zo'n veel hoger gezondheidsniveau wat je kunt gaan bereiken. En ik hoop jou ook te mogen gaan helpen om dat gezondheidsniveau te gaan bereiken. Er is zoveel meer. Alle die dingen die je op mijn blog leest, het is allemaal een tipje van de ijsberg. Ik kan je niet al deze informatie in één keer gaan geven, hoe graag ik dat ook wil. Maar daarom hoop ik dat jij met mij stap voor stap deze reis wilt gaan maken. En stap voor stap op ontdekkingsreis, als het ware, wilt gaan om te ontdekken hoe jij die geweldige gezondheid kunt gaan bereiken. Want als je lichaam van binnen gezond is, dan is je hormoonhuishouding in balans en dan ben je slank, blijvend voor de rest van je leven. Ik ga ermee stoppen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jou mag gaan helpen, want ik ben er klaar voor. Ik heb alle informatie en ik hoop dat jij samen met mij deze reis wilt gaan maken. Bedankt voor het kijken en tot ziens bij een volgende video.